en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Want vandaag heb ik een schoenenstash voor jullie. En jullie zullen wel denken, wat is er met haar stem aan de hand? Nou, ik heb van de week koorts gehad en daarna was ik verkouden geworden. En nu is mijn stem helemaal weg, zoals je misschien wel hoort. En omdat ik dus geen stem meer heb, heb ik mijn vader gevraagd om deze video in te spreken. Dus hopelijk vinden jullie het leuk. En dan gaan we nu beginnen met de schoenenstash. Als eerste laat Joy haar badslippers zien. Deze draagt ze altijd in huis. Dat vindt ze fijn om in te lopen. De badslippers heeft Joy in Amerika gekocht bij Ross en zijn van het merk Tommy Hilfiger. Het volgende paar zijn laarsjes. Deze heeft een hoge hak, want zo lijkt Joy langer. Joy heeft de laarsjes gekocht bij Style Wooden. Het volgende paar zijn hele leuke laarsjes met hele mooie zilveren sterren erop. Dit zijn een van Joy's favoriete laarsjes, omdat ze roze zijn en sterretjes hebben. De laarsjes zijn van de Forever 21. Joy is helemaal gek van Pantherprints en toen ze deze laarsjes zag, was ze er gelijk helemaal verliefd op. Je moet de laarsjes wel combineren met een rustige outfit, anders wordt het te heftig. Ook deze laarsjes zijn van Style Wooden. Ook deze laarsjes heeft Joy bij Style Wooden gekocht. Eén keer per jaar gaat ze naar die winkel toe en dan koopt ze een aantal laarsjes voor de winter. Wat Joy zo leuk vindt aan deze laarsjes zijn de riempjes. Die maken het echt stoerder. Hier heeft Joy een paar instappers van Tommy Hilfiger. In Orlando zit een Tommy Hilfiger outlet en dit is een van Joy's favoriete winkels. Wat de schoenen zo leuk maakt is de tekst voorop en de studs achterop. Ook deze sneakers zijn van de Tommy Hilfiger Outlet. Het zijn simpele witte schoenen met achterop blauw en rood. Maar het is makkelijk te combineren met allerlei outfits. Op de voorkant is Hilfiger subtiel gedrukt. Hoe leuk zijn deze laarsjes van de Primark? Joy heeft ze voor 3 euro gekocht. De schoenen lijken een beetje op Dr. Martens.
De schoenen lopen echt heerlijk. Deze sneakers zijn van All Stars. Dit zijn echt klassiekers. Deze sneakers van All Star zijn een van Joy's favorieten, omdat ze lekker lopen en makkelijk te combineren zijn. Hier kun je zien dat Joy deze zomer een nieuw paar sneakers heeft gekocht en de oude draagt ze naar festivals of naar concerten. Hier zie je nog eens goed het verschil tussen de oude en de nieuwe sneakers. En dan hier het laatste paar schoenen. Deze heeft Joy ook bij Stijl Woerden gekocht, alleen 2 jaar geleden. Joy vindt het strikje aan de zijkant heel erg leuk. Dit was dan de video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat in de reacties weten wat jouw favoriete paar schoenen was. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hopelijk heb ik dan weer een normale stem. Doei!